Ja, dit is ook mooi natuurlijk. Ja. Dus, ja. Als ze één keer de dieg hebben geworpen, dan ja, er komt een zeugel en dan komt er nog. Daar helemaal klem tussen. Ja, 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 ze kan staan en ze kan liggen. En dat is het. Ja, dat is op de pakjes sigaretten. Dit soort dingen blijven, dus die beelden toch wel... En volgens mij kun je het er gewoon opzetten. Want ik denk dat ja, als jij altijd varkens eet waar al die antibiotica rotzooi in gespoten is. En dat gebeurt echt. Maar in de supermarkt... Mijn oma had vroeger ook zo'n boerderijtje. Ik heb zelfs niet liggen. Met het castreren en zo. Dan word je ziek van. Perfect, dat ziet iedereen. Ja. En toch wel een beetje misschien. Ja. Het idee is om iedereen te laten weten hoe het in Nederland eraan toe is met de varkens. Mensen eten het een paar keer in de week. Een stukje varkensvlees kan in de vorm van shawarma zijn zelfs. En hier laten wij zien hoe het in Nederland is met 20 miljoen varkens. En hoe het eraan toe gaat. En we laten dus aan de andere kant ook zien wat het natuurlijk gedrag is van varkens. Ja. En wat ze willen, wat ze nodig hebben. En wij zijn de stichting Varkens in Nood. Wij willen dat ze dat kunnen doen. En wij willen ook niet dat er aan ze gesleuteld wordt. Dat hun staarten geknipt worden, dat ze gecastreerd worden. Dat soort dingen.